Dag dames en heren. In dit overzicht kunt u kijken naar de meest opvallende nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen week. En dit keer doen we dat vanaf Scheveningen, waar dit weekend de 39e editie van het Internationaal Vuurwerkfestival van start gaat. In deze uitzending kunt u kijken naar liquidatie van bekende Delftse crimineel op klaarlichte dag. Je zal daar toevallig ook naast zitten. Gaat u nog veilig een bakje koffie drinken? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Haags PVV-raadslid Willy Dille pleegt zelfmoord. Het is werkelijk verschrikkelijk als iemand geen andere uitweg ziet dan uit het leven te stappen. En jongeren uit Boskoop bouwen hun eigen waterfiets. Oh joh, godverdomme! Welkom bij het TV West Weekoverzicht. De voetbalcompetitie van de clubs in de Eredivisie begint dit weekend. Maar fans van ADO Den Haag konden vorige week al even heel dicht bij hun idolen komen tijdens de jaarlijkse open dag van ADO. Komen jullie nog speciaal ergens voor vandaag? Beugelsdijk. Is dat toch wel de meest populaire man in jouw ogen? Ja, vaak. Waarom? Hij zegt altijd rustig. Ik ga zo FIFA spelen. En daarna ga ik trainen in het ADO-stadion. Dus ik heb er heel veel zin in. Heb je al een nieuw talent kunnen ontdekken? Nou, er zitten heel wat talentjes tussen hoor. We doen het hartstikke leuk. Oh, sorry jongens. Wat blauw. Zijn fanatiek? Een heel fanatiek. Ze zijn echt ADO-fans hoor. Echt ADO-fans. Hoe is het nou om in het ADO-stadion te mogen voetballen? Best cool. Ja? Vind je er zo cool aan? Nou, gewoon, het is best groot en je weet dat er alle ADO-spelers erin hebben gespeeld. Ik vind het leuk omdat ik voor ADO ben en ik wil altijd al bij ADO voetballen. En denk je dat je ooit in het eerste van ADO komt te voetballen? Denk ik niet, maar wel in de tweede misschien. Erik, dit is toch niet echt een werkdag, hè? Nou, het is best werk hoor, dit. Nee, het is leuk. Het is leuk en het is mooi dat er zoveel mensen zijn, ondanks het warme weer, dat ze allemaal gekomen zijn. Dus het is superleuk. Fons, is je stift al bijna op? Nou, het gaat hard, ja. Het gaat hard. Nee, maar het is altijd mooi, joh. Dit soort dingen. Dat vind ik ieder jaar weer leuk. En mooi dat het zo leeft, ook baden. Hoeveel handtekeningen heb je al uitgedeeld? Ik heb geen idee. Maar we gaan door tot de laatste race. Het oude bankgebouw aan het Stationsplein in Leiden is tijdelijk veranderd in een bioscoop. De gemeente wil met de pop-up bios de leegstand van het pand tot aan de sloop voorkomen. Welkom in de Red Carpet Lounge, kom binnen. Het moet de komende maanden dé culturele hotspot van Leiden worden, de Red Carpet Lounge. De mensen van de gezamenlijke bioscoop in Leiden zijn best een beetje trots op een transformatie van het oude ABN bankgebouw. Je moet je voorstellen, toen we hier kwamen zat er geen vloer in. En nou ja, goed, dan moet je natuurlijk ideeën gaan verzinnen om iets leuks aan te gaan doen. En ja, goed, daar zijn we heel hard mee bezig geweest. En nou ja, het resultaat mag er wel zijn, zou ik zeggen. Dit is eigenlijk de entree. Hier kom je binnen. Onze prachtige tv-muur, heel retro. En hier kun je gewoon 's ochtends lekker komen zitten werken met een kopje koffie, afspreken met mensen. En 's avonds kun je voor of na je film een cocktail, een biertje komen drinken. De lounge gaat hier verder met deze chille vintage look, banken. De Red Carpet Lounge is voor bioscopen Leiden een unieke mogelijkheid om alvast te wennen aan deze plek in de stad. Want hier verrijst binnenkort ook het nieuwe bioscoopcomplex De Geus. Dit is eigenlijk dus een hartstikke leuke plek om dingen uit te testen. En als dingetjes niet werken, dan halen we het er weer uit en dan gaan we weer met iets anders proberen. Kortom, een creatieve plek waar ook nog een aantal ruimtes zijn die zo uit een film lijken te komen. En dit is echt zo'n James Bond Ocean's 11 ruimte waar het allemaal losse kluisjes waren, maar mensen, papieren, juwelen. Ik weet niet wat hierin lag, het is nu allemaal leeg, we hebben het gecheckt. Misschien wordt dit wel een soort escape room, maar daar moet nog een partner voor gevonden worden. En dan is er nog een spannende ruimte. Ik heb geen idee wat we hier gaan doen, maar ik vind het zo'n toffe ruimte. Het is een filmisch gebouw. Ja, eigenlijk alles. Toen een van mijn collega's liep hier binnen en die riep meteen: het is net Die Hard. En dat is ook zo. Het is gewoon een oud kantoorgebouw waarin je opeens zoveel mogelijkheden hebt. Het is echt heel tof.
Voor de meeste planten was de aanhoudende warmte en droogte niet goed. Maar de agaveplant van Wim de Lange uit Den Hoorn heeft juist wel baat gehad bij de hitte. De tropische plant stond voor het eerst in 43 jaar in bloei. Het is een opvallend gezicht in de straat. De ruim 4 meter hoge woestijnplant torent overal bovenuit. Voor Wim, die de plant al 43 jaar heeft, is deze groeispurt best bijzonder. Want het is de eerste keer dat de agave in bloei staat. Ik heb hem als 4 centimeter potje plantje gekocht. Het is een heel klein bij cactusjes. En nu is het een prachtige mooie stengel geworden van 4 meter 10 lang. En er komen nog leuke bloemetjes in ook. Uit navraag bij medewerkers van een botanische tuin blijkt dat de plant voornamelijk in warme landen voorkomt en eens in de 40 jaar zo hoog groeit. Wim verzorgt zijn plant daarom extra goed. Hij heeft echt wel water nodig, ja. En ik denk dat anders de bloemen niet uitkomen, want de bloemetjes trekken veel vocht. En ja, dat heeft dat plantje toch niet. Dus hij krijgt nog een slokje. Het is trouwens nog wel even afwachten wat er met de plant gebeurt als het weer kouder wordt. Wim blijft enigszins optimistisch. Ik denk dat hij verschrompelt en inzakt. Dat is wel een beetje zonde, hè? Van een plant van 43 jaar oud. Ja. Maar ja, we hebben niet het eeuwige leven en ook de plantjes niet. Maar hij vormt nieuwe stekken, dus dan kunnen we weer doorgaan. De bekende Delftse crimineel Karel Pronk wordt bij een koffiehuis in die stad onder vuur genomen. Hij overleeft de schietpartij niet. Rond 11:30 horen getuigen 4 schoten. De 60-jarige Karel Pronk is het doelwit. De schutter is een man op een motor. In een mum van tijd vult de straat zich met hulpdiensten. Ik kwam echt van alle kanten af. Over de stoep, over de brug, over het iemand nog in een bussluis vast. Ja, dan schrik je eigenlijk wel, want je moet wel goed opletten, want ze kwamen echt van alle kanten af. Maar het mag niet meer baten. Pronk is niet meer te redden. Ja, om 11:30 kregen we een melding op het Kalverbos dat er een schietpartij geweest zou zijn. We troffen daar inderdaad een slachtoffer aan. En korte tijd later is dat slachtoffer overleden. De fatale schietpartij is de laatste in een reeks geweldsincidenten waarbij coffeeshops worden beschoten en granaten achtergelaten. Ze zeggen wel eens opgeruimd en netjes, maar daar komt het op neer. Maar ja, je zal daar toevallig ook naast zitten. Gaat u nog veilig bakje koffie drinken? Ja, natuurlijk. Waarom niet? We kunnen toch niet overal weg verblijven. Door het warme weer van de afgelopen tijd zijn er meer wespen dan in de afgelopen jaren. Ongediertebestrijder Rob Verhagen uit het Westland heeft er zijn handen vol aan. De eerste melding komt uit Maasdijk, waar een wespennest in de grond zit. Ongediertebestrijder Rob Verhagen weet hoe hij dat aan moet pakken. Wespennest dat gaan we behandelen met een poeder. Dat is eigenlijk een vergiftigd kalkpoeder. En daarmee gaan de wespen zelf aan de wandel door het nest heen. Onbewust vergiftigen ze daar de koningin, eitjes en larven mee. En dan zal het nest met een kleine 48 uur volledig uit zijn gestorven. Wij gebruiken tegenwoordig perslucht, slagroompatronen. Het wespennest, met naar schatting zo'n 700 beestjes, zit in het gangenstelsel van een oude molshoop. De dames hebben door dat wat aan de hand is, maar prikken doen ze gelukkig niet. Zo, en nu in Wateringen. In Wateringen zit hier in een jacuzzi, dus we gaan onze beschermende kleding weer aantrekken en we gaan het volgende nest even behandelen voor deze mensen, zodat ze over een paar dagen weer lekker kunnen badderen. De wespen zitten op de meest vreemde plekken. Rob krijgt meldingen van nesten in een motorhelm, onder een barkruk of in een konijnenhok. Maar zoals je ziet, zolang je rustig blijft en niet om je heen gaat slaan en niet gaat wegrennen, blijven de wespen ook rustig, ook tijdens een bestrijding. Rob verwacht de komende tijd meer en meer meldingen. Heeft u nou ook last van wespen? Blijf rustig zitten en neem voor het eten in de tuin de tafel af met een scheut azijn. Heb rust, het beestje is alleen maar op zoek naar eten, is echt niet genoodzaakt om jou te gaan prikken. Dus blijf kalm en blijf zitten, maar ga vooral niet wegrennen of slaan, want dan gaan ze op ageren en dan denken ze, hey, jij moet hebben, prik. Pippi Langkous is nog altijd een voorbeeld voor kinderen. De 5-jarige Saartje is zo onder de indruk van de stoere en eigenwijze Pippi dat ze samen met haar vader, de Haagse acteur Stefan Everblij, een eigen aflevering heeft opgenomen. Maar eerst doe mijn super flikke jurk aan! Ik ben Flikkie Grootkous. Zij inspireerde mij en zij wilde eigenlijk heel graag Pippi Langkous maken. Van nou, dat wil ik wel doen, maar dan moeten we wel een beetje een eigen draai eraan geven. Een eigen naam en een eigen figuurtje bedenken.
Flikkie is heel sterk en een held. Je ziet het aan de reacties. Het is geloof ik in één dag bijna 5000 keer bekeken. En ze doet het gewoon heel erg goed. Ze heeft een hele goede stem. Ze heeft een heleboel mee, hè Sar? Ja. En ze houdt van avonturen beleven. Nou ja, ik hou van films maken. Dus die keuze was snel gemaakt. En wat wil je later dan worden, Saartje? Actrice. Een brief van mijn vader misschien. Wat zal erin staan? Ik ga heel snel naar het bos. En daar ga ik hem lezen. Ik had natuurlijk een verhaaltje in mijn hoofd, een klein scenarioetje geschreven. En zij noemt mij al heel lang Efraïm Langkous. Ze is heel trots op dat ze dat kan uitspreken. Kan je dat nog? Ja, Efraïm Langkous. Ja, nou ja, dus dat is de vader van Pippi. Dus ik voelde me wel vereerd om die te mogen spelen voor haar. En de zeerover is die? Ja, zeerover, hè, is die. Ja. Wat zie ik daar? Het is papa. Kun je nog een knipoog geven? Ja. Dat moet je wel kunnen als actrice. Doe eens dan in de camera zo'n knipoog geven. En nu boos kijken. Donderdag werd bekend dat het Haagse PVV-raadslid Willy Dille een einde aan haar leven heeft gemaakt. Dille kwam eerder deze week in het nieuws vanwege een emotioneel filmpje op Facebook. Willy Dille geeft maandag in een filmpje op haar Facebookpagina aan dat ze is ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. 15 maart 2017 ben ik ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Omdat ze graag wilde dat ik mijn mond zou houden in de Haagse gemeenteraad. Het filmpje is gemaakt na een jaar van ellende, verklaart de PVV daarover woensdag. In de video suggereert Dille dat collega-raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid achter de verkrachting zou zitten, omdat haar belagers hem opvoerden. Nadat ze klaar waren, zeiden ze: heb je respect voor Mohammed, heb je respect voor Allah, heb je respect voor Arnoud? En toen wist ik al wie erachter zat. Arnoud van Doorn, die ook in de gemeenteraad zit en die ooit door mij ontslagen is als medewerker. Het filmpje wordt woensdagochtend voor het eerst openbaar gemaakt door Geen Stijl. Al snel gevolgd door andere media. Omroep West wordt daarover maandag al door Dille benaderd. Ze is kort daarvoor en vorige week opnieuw bedreigd. Sindsdien ben ik gewoon enorm in de steek gelaten. Bedreigingen gaan alle kanten door en niemand doet wat. In de film verwijt Dille burgemeester Krikke dat zij haar niet voldoende heeft gesteund. Na een nacht van geruchten bevestigt de familie vanmorgen dat Willy Dille woensdagmiddag uit het leven is gestapt. Inmiddels is duidelijk geworden dat burgemeester Pauline Krikke op de hoogte was van het verhaal van Dille. En dat ze heeft aangedrongen dat Dille aangifte zou doen, wat ze dus niet heeft gedaan. Er wordt nu gekeken of er nog onderzoek gedaan gaat worden in deze zaak. Het is al jaren een hardnekkig probleem in Den Haag. Afval dat naast ondergrondse vuilcontainers wordt gedumpt. Hagenaar Cliff Nijssen stort zich er mateloos aan. En daarom heeft hij nu een afvalcontainer geadopteerd. Bewapend met een sleutel, bezem en werkhandschoenen gaat hij het vuilnisprobleem in zijn buurt te lijf. Deze zien er op dit moment vrij netjes uit. Vaak staat het helemaal vol. En daarvoor heb ik inderdaad de sleutel en de handschoenen. Die heb je toch echt wel nodig. Dan kun je dus inderdaad de boel, of als het kan, als het niet te groot is, hier gewoon normaal wegdoen. En als dat niet gaat, dan controleer ik hem altijd eventjes door hem open te doen. Inmiddels ontfermt Cliff zich al 3 jaar over de afvalcontainers. In die tijd is hij de raarste dingen tegengekomen. Het meest rare wat ik ooit ben tegengekomen, dat zijn 2 rolstoelen. Van het Hagen ziekenhuis in Den Haag en van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat is 30 kilometer verder van hier. Het vuilnisprobleem is volgens hem moeilijk uit te roeien, omdat sommige mensen in de wijk zich niet verantwoordelijk voelen voor het opruimen van hun eigen afval. Ik heb een tijdje geleden mensen op heterdaad betrapt die grof vuil ernaast zetten. Het gesprek was erg heftig. Probeerde het positieve draaien te geven, maar nee, er was moeilijk wat over te zeggen tegen die mensen. Ze snapten het helemaal niet. Ja, de gemeente die ruimt het toch wel op. Toch vindt hij het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en ziet hij na al die jaren inzet iets van verbetering. Hup, open, erin en dicht. En weer iets positiefs gedaan. En dat is gelukkig ook al wat regelmatig gebeurt. Mensen reageren, als men reageert, vaak positief van: goh, wat leuk dat je dat doet. En hou het vol. En dat is toch wel een veer die je krijgt van mensen om het vol te houden. En dat is erg leuk.
Op dit ponton wordt keihard gewerkt door de landen die meedoen aan het Internationaal Vuurwerkfestival om alles klaar te stomen voor de show van vanavond. Dit ponton wordt straks voor de kust van Scheveningen gesleept en nu maar hopen dat het weer het houdt. Ja, weet je, we gaan ervan uit, we gaan gewoon bouwen en we zijn gewoon klaar en we gaan er gewoon voor. Kijk, en de provincie bepaalt uiteindelijk of het wel of niet doorgaat. En we houden rekening met de veiligheid van de bezoeker en we houden ook rekening met de veiligheid van de pyrotechnici. Want de jongens moeten wel ook op dit ponton aanwezig zijn, hè? En die zitten daar op die donkere zee. En als er een hoge golf is, dan wil ik niet graag een pyrotechnici in zee hebben liggen. Maar dat is dus nog even afwachten. De deelnemende landen treffen op dit ponton gewoon de laatste voorbereidingen. De grote vraag is natuurlijk hoe ze zich onderscheiden. We hebben ons al zo voorbereid dat we rood-wijs in de hemel zaubern werden voor Österreich. En we hebben een paar speciaalbomben ingebouwd die ik voriges jaar, wie ik hier op inlading zozeer was, niet gezien heb. Just different formations, different patterns, different techniques. So we should be a, you know, slightly different, hopefully. Belangrijke rol is weggelegd voor de techniek. The green is 2 seconds. The violet is 3 seconds and the red is 4 seconds. Every 2 seconds is a shell burst. So it's a 2 second delay all the way along. So you only need 1 igniter on the end and you get 8 shells 2 seconds apart. Maar hoe het precies zit, willen ze niet vertellen. Je ziet inderdaad, in de ene tent staat Engeland en in de andere tent staat Oostenrijk. En ze zullen elkaar, ze willen wel weten wat er gebeurt, maar er hangt toch een spanning. Want wat doe jij met die kogels? Of wat voor constructies heb jij? En dan staan ze toch even over de schouder mee te sneaken soms. Ja, ja, leuk is dat. En dus blijft het ook voor ons een verrassing wat we te zien krijgen. No, we're not telling any secrets. You wait to see you tomorrow night. Can't give away the secrets. Gotta watch the show. Stel, je hebt nog een oude fiets en 2 PVC-buizen en je bent er helemaal klaar mee om 6 kilometer om te moeten fietsen om de Gouwe over te steken. Ja, wat doe je dan? Nou, dan bouw je je eigen waterfiets. Dit is Rokers van 18. Samen met zijn buurjongen zit hij bij de scouting in Boskoop. Hemelsbreed is het van huis naar het clubgebouw, maar iets meer dan een kilometer. Maar zo simpel is het niet. Er ligt een gouden tussen. Dan is het altijd zo ver om fietsen voor die hefbrug. En dan sta je er ook weer voor te wachten. En dus gaan de jonge boskopers op zoek naar een alternatief. Met een oude fiets. Toen dachten we, dan moeten we even iets verzinnen. Dat die gewoon kan fietsen. En dat die ook door het water zichzelf kan voortzetten. Dus toen dachten wij, maken we 2 PVC-pijpen. En gewoon de fiets ertussen en kijken hoe ver we komen. Het waterfietsen gaat best aardig. Al lijkt het apparaat toch nog niet helemaal opgewassen tegen de andere boten in de Gouwe. Oh joh. Oh joh. Godverdomme. En we zijn er weer. Je krijgt zeker leuke reacties als je bijvoorbeeld door het water fietsen. En dan al die plezierbootjes zien, allemaal filmen en foto's. En ja, ik vind het wel leuk om zo te zien. Toch zijn er al plannen voor een 2.0 versie van de fiets. We willen een brommer in het midden. Eigenlijk hetzelfde principe als die fiets, maar dan met 2 surfplanken dat je toch een stuk breder bent. Dus toch een soort van een stuk stabieler ligt. Het idee is er, maar de uitvoering moet nog even helemaal komen. Het was warm, het was nat, het was bewolkt, de zon scheen, kortom van alles wat. Genoeg inspiratie dus voor de weerfotografen. Que no hay nadie que lo niegue.
De winnende weerfoto is gemaakt door Jolanda Bakker en zij wint haar foto uitgeprint op canvas. Wilt u dan nou ook winnen? Stuur dan uw mooiste foto naar weer@omroepwest.nl. Dat was het voor deze week. Volgende week zaterdag kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. Tot die tijd kunt u het actuele nieuws blijven volgen via onze website omroepwest.nl, de app, Facebook en Twitterpagina's Omroep West en via 89.3 Radio West. Voor nu wens ik u een heel fijn weekend.